Na een afwezigheid van ruim 5 maanden keerde donderdag de torenhaan weer terug op de Vredekerk in de Lier. Dominee De Haan, zo heet ze echt, zag op 17 oktober al dat De Haan nodig aan een sopje toe was. Dat kun je op deze foto van toen goed zien. Inmiddels is De Haan voorzien van een nieuwe laag bladgoud. En ook het voeteind is gesmeerd, zodat hij nog soepeler met de wind meedraait. Een grote kraan moet eraan te pas komen om het ding van ongeveer 50 kilo omhoog te hijsen. Kijk, in de zon zie je altijd die haan goed, maar hij glom niet meer. Hij was dof en alle verf, er zat een goudverf op, dat was eraf. Dat gebeurt natuurlijk zo met de regen en wind daar helemaal boven. Dus we hebben gedacht van dat moet toch weer anders. En gelukkig kon dat, staat hij nu weer in zijn volle glorie. Poging 1 mislukt. De heren in het bakje kunnen de draai niet maken, waardoor de haan op de sokkel valt. Daarom terug naar beneden om de haan vervolgens verticaal omhoog te hijsen. En dat lukt. Dominee De Haan mag zelf ook even in het bakje naar boven om de schoongemaakte haan van dichtbij te bewonderen. Eerst hadden we gedacht dat hij misschien voor kerst er wel weer op zou staan, maar dat kon niet. Dus ik hoop wel dat hij er voor Pasen weer staat. Kijk, vandaag is het Witte Donderdag, morgen is het Goede Vrijdag. Dat is ook het verhaal van de logening van Jezus door Petrus en dan hoort hij de haan 3 keer kraaien. Nou kraait onze weerhaan, onze gouden weerhaan niet, maar het is toch wel mooi symbolisch dat hij er nu voor Pasen de haan weer op onze toren staat. Daar zijn we heel erg blij mee.